En er zijn drie grote stromingen in de apologetiek. En ik ben zelf meer een uitdrager van de derde stroming. Niet van de twee die ik hier nu heb neergezet. Maar het is wel goed dat je weet dat... Ja, ik ben een beetje een exoot wat dat betreft. De meeste apologeten in de kerkgeschiedenis zaten in die eerste stroming die je hier ziet. En dat noemen we de klassieke apologetiek. Dat zijn mensen geweest als Augustinus, maar ook Anselmus van Canterbury, Thomas Aquinas, William Paley, C.S. Lewis, B.B. Warfield, Norman Geisler, R.C. Sproul, Frank Turek, William Lane Craig, die leeft ook vandaag de dag nog. En klassieke apologetiek, die doet eigenlijk het volgende. Zij kiezen voor een twee-stappen-methode. Dus als zij op straat komen, stel Augustinus komt op straat, komt daar iemand tegen, hij evangeliseert, Augustinus heeft een flyer, die deelt hij uit. En iemand zegt, ja, Augustinus is allemaal leuk, maar ik geloof helemaal niet dat er een God is. Zo'n Lubach-achtige positie. Ik geloof helemaal niet dat er een God is, ik vind dat bizar, hou je flyer maar. Dan kiest Augustinus als klassiek apologeet waarschijnlijk die twee-stappen-methode. En dat wil zeggen dat hij eigenlijk zegt, oké, jij weet niet dat er een God is, jij gelooft niet dat God bestaat. Dus daar moet ik jou eerst van overtuigen voordat ik alle details kan gaan invullen van het christelijk geloof. Want het christelijk geloof is meer dan alleen maar de overtuiging dat er een God is, toch? Er zijn wel meer monotheïstische religies. Dus je begint wel met het bestaan van God bewijzen. En dat doen de klassieke apologeten meestal met redelijke godsbewijzen. Dat wil zeggen, godsbewijzen die gebaseerd zijn op rationalisme. Het idee dat ieder mens in staat is om door middel van de wetten van de logica redelijk na te denken. En dus als je maar met goede argumenten komt, ja, dan zal uiteindelijk iemand overtuigd raken. En hoe doen ze dat dan? Nou, bijvoorbeeld met een kosmologisch godsbewijs, hè? Waarbij je bijvoorbeeld zegt, alles wat is, is veroorzaakt door iets anders. Zo zei bijvoorbeeld Thomas Aquinas, zei het bijvoorbeeld met de beweger. Alles wat beweegt, wordt eerst door iets anders bewogen. En dat wat die ander bewoog, dat moet op zichzelf ook weer bewogen zijn. En aangezien we overal beweging zien, moet je dat terug kunnen traceren tot een eerste beweger. En die eerste beweger, ja, die kan zelf niet bewogen zijn. Want zo'n keten kan niet eindeloos terug de tijd ingaan. En dan moet je helemaal aan het begin ergens uitkomen bij de onbewogen beweger. En zegt Thomas Aquinas dan, dat is God. God is de onbewogen beweger. Hij is de onveroorzaakte oorzaak. Nou, dat is een kosmologisch godsbewijs en dat zou iemand op straat dan zo kunnen uitleggen. Maar je hebt ook intelligent design argumenten, hè? Dat teleologisch godsbewijs zie je dan niet om je heen, zegt Augustinus. Dat overal om je heen ontwerp is. En dan moet het toch een ontwerper zijn. Of het ontologisch godsbewijs, nou de meesten zullen dat niet meer doen, hè? Maar het ontologisch godsbewijs is min of meer het idee van, als we God definiëren als het grootst denkbare wezen, ja, dan is bestaan is groter dan niet bestaan en dan moet God per definitie bestaan. Denk je, oh, mijn hoofd ontploft als ik dat zo hoor. Klopt dat wel? Nou goed, daar kun je echt een leuke discussie over voeren of dat wel een valide argument is. Maar dat is de benadering van rationalisme. Dus dat is klassieke apologetiek. En dan stel je voor dat die persoon dan uiteindelijk zegt, oké, Augustinus, je hebt me. Het is waarschijnlijk zo dat er een God bestaat. Waarschijnlijk. Maar dat overtuigt mij nog totaal niet van het idee dat die God drie-enig is, of dat hij ook een zoon heeft, of dat die zoon naar de aarde is gekomen, of dat hij aan het kruis is gestorven. En wat dan de klassieke apologeten doen, want je kan niet puur vanuit redelijke argumentatie komen tot christelijke theologie. Dan verlaten ze die methode en dan gaan ze naar stap 2. En bij stap 2 kiezen ze dan dus een andere benadering. Bijvoorbeeld door te laten zien dat wonderen mogelijk zijn, dat de Bijbel betrouwbaar is, dat Jezus beweerde en bewees God te zijn, enzovoorts, enzovoorts. En het idee is dan, we gaan stuk voor stuk christelijke theologie opbouwen vanaf neutrale grond. Maar dan heb je wel een soort probleem. Want stel dat de persoon zegt, oké, je hebt me overtuigd, ik geloof dat Jezus wel bestaan heeft. Oké, je hebt me overtuigd, ik geloof ook best dat hij wonderen deed. Ik weet niet hoe, maar zal hij wel gedaan hebben. Ja, je hebt me overtuigd. Ik geloof wel dat hij is gekruisigd. We hebben geschriften, ook seculiere geschiedschrijvers, die daarvan getuigen. Maar wat ik niet geloof natuurlijk is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat geloof ik niet. Maar de rest, dat geloof ik wel. Heb je dan iets bereikt in jouw evangelisatieactie of niet?
En de klassieke apologeet zegt, je hebt iets bereikt. Want je hebt iemand zeg maar, van 40% naar 90% van de christelijke positie gebracht. Maar het punt is, die 10% die doet het hem. En dat is een probleem met die klassieke apologetiek. Het is geen consistente benadering. Je begint met een bepaalde benadering, maar je verlaat die benadering. Maar er zitten ook bepaalde aannames in die benadering. Bijvoorbeeld het idee dat het menselijk redeneren neutraal is. Dat de persoon die je voor je hebt een moreel neutrale status heeft. En op zich, als je maar genoeg bewijs zou leveren, best bereid zou zijn om te geloven in de christelijke positie. En dat is een aanname. Een tweede stroming gaat niet zozeer uit van redelijkheid, van rationalisme, maar gaat uit van bewijs. En dan niet bewijs als in logische argumenten, maar bewijs als in observeerbare bewijslast. Hè? Net als het ware een rechtszaak. Stel, we hebben een rechtszaak en iemand heeft een moord begaan en we zeggen, ja, jij bent een moordenaar. Oké, bewijs maar dat ik een moordenaar ben. Ik was het niet. Ik ontken het. Ja, maar goed, er lag daar een mes en jouw vingerafdruk zit op dat mes. Dat is één bewijsstuk. Ja, goed, maar ik heb wel meer messen. Iemand kan dat meegenomen hebben. Oké. Maar er is nog een probleem, want je hebt geen alibi. Jij was niet ergens op een andere plek op het moment dat een moord gebeurde. Dat is bewijsstuk 2. Sterker nog, iemand heeft jou in de buurt gezien van de moord op het moment dat de moord is begaan. Weer een bewijsstuk. Zie je, dit is eigenlijk bewijsstukken. Dit is geen logische argumentatie, het is meer, we hebben dit geobserveerd en dat maakt het waarschijnlijker dat dit zo is gebeurd. Op een gegeven moment zal de rechter zeggen, ja, het is 90% waarschijnlijk nu dat jij de moordenaar was. En dan zal de jury zeggen, en zeker in Amerikaanse rechtszaken, je hebt ons overtuigd. Hè? Die gaat de bak in. Oké. Dat noem je evidence, evidentiële apologetiek. En er zijn mensen ook vandaag de dag, zoals Joseph Butler, Josh McDowell, Gary Habermas, Mike Lacona. Die gaan niet zozeer beginnen met godsbewijzen, met logische godsbewijzen. Die beginnen niet op rationalisme, maar die beginnen met bewijslast. Met empiricisme. Dit noem je empiricisme. Het idee dat je alleen maar kunt vertrouwen op die dingen die je met je zintuigen kunt waarnemen. De dingen die ik gezien heb met mijn ogen. Eerst zien, dan geloven. Dat noem je empiricisme. Je hebt rationalisme, daar gaat klassieke apologetiek heel erg van uit. En je hebt empiricisme, daar gaat evidentiële apologetiek heel erg van uit. Maar het probleem van evidentiële apologetiek is dat als je het consequent toepast en je gaat bijvoorbeeld bewijslast leveren voor de opstanding. En je zegt, ja, het graf was leeg. Hoe verklaar je dat het graf leeg was? Ja, dat is wel lastig, ja. Nou, dat maakt het wel 60% waarschijnlijk dat er een opstanding is geweest. Maar ja, iemand kan ook het lichaam gestolen hebben. Ja, maar hoe verklaar je dan dat er soldaten naast het graf stonden die hem bewaakten, die het niet hebben zien gebeuren? Ja, jongen, oké, dan is het 70% waarschijnlijk. Oké. Hoe verklaar je dan, et cetera, hè, dat er mensen waren die bereid waren hun leven te geven voor een opgestane Christus, onder grote verdrukking. En dan zei oké, je hebt me overtuigd, je hebt heel veel bewijslast gegeven, je hebt je best gedaan. Ik geloof dat het 90% zeker is dat het evangelie waar is. Maar ja, 10% dat het niet waar is. Is dit een juiste conclusie? Het is 90% zeker dat God bestaat en dat Jezus Christus zijn zoon is. Is dat een juiste conclusie? Kun je een christen zijn met het idee, ik ben 90% zeker dat God bestaat? Nee. En is het een juiste uitspraak? Nee. Het is 100% zeker dat God bestaat. Dus het probleem van deze benadering is dat het uiteindelijk probabilistische argumentatie levert, maar je conclusie toch zal zijn, God bestaat waarschijnlijk. Maar God bestaat niet waarschijnlijk, lieve mensen. Het is zeker dat God bestaat. Dan kom je bij de derde stroming, en dat is de stroming waar ik altijd probeer mensen van te overtuigen. Maar ik zeg het erbij, zodat je ervan bewust bent. En dat is presuppositionele apologetiek. Dat zijn mensen zoals Cornelius van Til. Dat was trouwens een Nederlander, totdat hij in zijn vroege jeugd naar de Verenigde Staten is gegaan. En toen is hij een van de belangrijkere theologen geworden op de Westminster Theological Seminary. Dat is echt een hele indrukwekkende theoloog waar heel weinig Nederlanders van af weten. Maar in de reformatorische wereld kent iedereen zijn naam wel. Zeker in de filosofie en in de Verenigde Staten. Is eigenlijk gewoon een van de Nederlands trots eigenlijk. Maar ik weet niet waarom niemand hem kent. Dus ik noem hem altijd, Cornelius van Til.
Lees hem. Alleen het probleem is, hij is Engels gaan schrijven. Maar zijn Engels was een beetje vernederlandst Engels. Dus heel veel Amerikanen, die lazen wat hij schreef. En die konden er geen chocola van maken. Want hij zei hele ingewikkelde dingen, maar hij zei het ook nog een beetje in een vernederlandst Engels. Maar goed, jullie zouden het wellicht kunnen begrijpen. Hè? En er zijn dus mensen, zoals Greg Bahnsen, die staat hiernaast. Die waren iets beter in het overbrengen van de ideeën van Cornelius van Til aan de normale mensen. Gewoon mensen zoals jij en ik, die misschien niet een IQ van 140 hebben. Die konden het wat beter uitleggen. Nou, en dan heb je mensen als Gordon Clark, Francis Schaeffer, Scott Olifant, die nog steeds leeft, ook op de Westminster zit, James White, Jeff Durbin, Jason Lyle. En dit is een apologetiek, dit is een methode die eigenlijk zegt, wij vinden het belangrijk dat we in de benadering van apologetiek, in de manier waarop we het gesprek voeren, bijbels zijn. Waarom? Omdat we uiteindelijk als conclusie hebben dat de Bijbel de waarheid is en het woord van God. Onfeilbaar en gezaghebbend. Maar als dat zo is, dan moeten we ook consistent zijn in de manier waarop we mensen daarvan overtuigen. Dus onze apologetische methode moet bijbels gefundeerd zijn. En dat verschilt meteen al met klassieke apologetiek die eigenlijk zegt, ja, als ik maar met logische bewijzen kom, dan kan ik het bestaan van God wel aantonen. Maar de vraag is, geeft de Bijbel jouw mandaat om op die manier Gods bestaan aan te tonen? Nou, hier heb je wat boeken over presuppositionele apologetiek. Ik heb er twee van ook hier liggen, dus mocht je het leuk vinden om er even naar te kijken, straks kunnen we dat ook doen. En ik wil toch wat tijd nemen om je uit te leggen van waarom presuppositionele apologetiek en hoe kun je dat nou praktisch doen? En het gaat soms heel moeilijk zijn en je moet er misschien een paar keer naar luisteren voordat het kwartje valt. Dat is niet erg. Dat heeft mij ook best wel een tijd gekost. Maar op een gegeven moment is het heel simpel. En we kunnen het ook heel simpel laten zien, maar ik ga toch even wat ingewikkelde dingen langs met je. Eerst beginnen we met Christus is Heer over alle kennis. We zullen kijken naar de noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de apologeet. We zullen bij puntje 3 kijken praktisch, hoe verdedig je je geloof? En 4, wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor apologetisch succes? We beginnen met deze stelling. Christus is Heer over alle kennis. Dit is eigenlijk de feitelijke situatie. Ook tussen bijvoorbeeld Lubach en Thijs van der Brink. Links, de christen. Die staat op een fundament. En dat fundament, dat is als het goed is het woord van God. He? De nieuwe mens in Christus. Rechts staat de ongelovige. En die beweert op andere grond te staan. Andere zekerheden. Andere dingen waarvan die bereid is te accepteren dat het waar is. Maar niet Gods woord. Althans, dat zegt hij. En misschien als je dit zo ziet, herinnert je aan wat de Heer Jezus ook zegt in Matthäus hoofdstuk 7. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En de regen daalde neer, en de vloed kwam op, hè, de storm slaat tegen het huis. Maar het blijft staan, want het is gefundeerd op een rots. Maar de dwaas bouwde zijn huis op zand. En hetzelfde gebeurt en het huis stort in en zijn val is groot, want het had geen goed fundament. En dan zegt de Heer Jezus, zo is dan een ieder die mijn woord hoort en het doet, is als die wijze man. Maar wie het woord hoort en het niet doet, wie het niet gelooft, wie het niet integreert als het fundament van zijn leven, die zal instorten. En daar moet je aan blijven denken als je dit zo ziet. Want wat veel mensen doen in de discussie, en dat zie je dus Thijs van den Brink ook doen, en dat is in feite wat klassieke apologetiek doet en evidentiële apologetiek ook, is om het gesprek met de ongelovigen te voeren, gaan we samen op een soort neutrale brug staan. Die neutrale brug stelt ons ertoe in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Maar wat is precies die neutrale brug? En de christen die stapt daarbij van zijn fundament af. Want de ongelovige die zegt, ja, jij gelooft in de Bijbel, maar ik geloof daar niet in. Dus als je met mij wil praten, als je mij wil overtuigen, moet je niet steeds naar dat oude boek gaan verwijzen, want ik heb daar geen boodschap aan. En dan zeggen heel veel christenen, tjonge, als dat zo is, ja, dan moet ik dat boek maar eventjes loslaten en dan ga ik wel op die neutrale brug staan en dan ga ik met Gods bewijzen komen. Maar wat is dan het fundament? Dan zegt die ongelovige, ja, ik geloof in rationeel denken. Ik geloof in de wetten van de logica. En zegt de christen, oké, daar geloof ik ook in, dus dan gaan we daar samen op staan. En dan is dat onze neutrale grond. Of,
Als je kijkt naar evidentiële apologetiek, dan zegt eigenlijk de ongelovige: ik heb geen boodschap aan het woord van God. Ik geloof daar niet in, dus kom dan niet steeds met die Bijbel. Kom met mij staan op deze neutrale brug van dat wat observeerbaar is. Dat wat we kunnen testen. En dan zegt de christen: oké, nou goed, dan ga ik daar wel op staan en dan ga ik bewijzen met bewijslast dat de christelijke positie redelijk is. Het probleem is dat de Bijbel deze elementen van de schepping, namelijk rationaliteit en het observeerbare, niet labelt als neutraal. We leven in Gods wereld. Alle dingen in de schepping zijn van God en dragen het label van God. Er is geen neutrale grond. Ondanks dat de gelovige dat misschien wel zo ziet. Maar dit stukje grond waarop ik hier sta, is dat neutraal of is dat van Jezus Christus? Heeft iemand een antwoord? Of? Ze van ja, ze van Hebron missie hebben ze gekocht en zo. Nee. Van wie is dit stukje grond? Van wie is dit stukje grond? Van wie is dit stukje grond? Het is allemaal van Jezus, toch? Staat in de Bijbel, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Het is van hem. Het is allemaal van hem. En het idee dat er, als je zegt van Christus, is er misschien ergens een stukje grond in heel de schepping wat niet van Jezus Christus is? Wat is dan het antwoord? Nee, het is allemaal van hem. En op het moment dat ik zou doen alsof er een stuk grond is wat niet van hem is, wat ben ik dan? Een rebel tegen God. Oké. Nu zegt de ongelovige zegt eigenlijk in filosofisch opzicht dat er grond is die niet van Christus is, namelijk ons redelijk denkvermogen. Zie je, daar moet je al niet intrappen. Want ons redelijk denkvermogen is ons gegeven door God. Van wie is het? Het is van Jezus Christus. En dat geldt net zo goed voor ons vermogen om met onze ogen dingen te observeren en te toetsen. Dat is ons gegeven door Jezus Christus. Dus wanneer de christen bereid is om te bewegen van Gods woord naar een vermeende neutrale brug, ook in filosofisch opzicht, dan is die in feite beroofd. Waarom? Omdat de Heer Jezus zegt: heilig hen door uw woord is de waarheid. Het woord van God zet ons apart. En Colossenzen 2 vers 3, Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Op het moment dat we op een ander fundament gaan staan dan Christus, dan worden we beroofd van al die schatten van wijsheid en kennis. In feite is er geen kennis meer mogelijk op het moment dat je van hem afbeweegt. In Johannes 14 vers 6 zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan zeg je, ja, maar goed, iemand wil met mij discussiëren over de waarheid en die gelooft niet in Jezus, dus ik ben bereid om op die brug te gaan staan. Maar wat je doet in dat proces, is dat je afbeweegt van je fundament. En we zullen later zien hoe belangrijk dat fundament is, wil je überhaupt nog een gesprek kunnen voeren. Ik zag een vinger, maar we komen straks nog wel op vragen. Is dat oké? Anders dan heb ik te veel te vertellen nog. Spreuken 1 vers 7 zegt: de vreze des Heren is het begin van de kennis. Veel christenen denken dat de vreze des Heren de eindconclusie is van de kennis. Dus met andere woorden, als ik maar voldoende kennis tot mij neem, dan op een gegeven moment ontdek ik dat God bestaat en dan ga ik hem vrezen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt: de vreze des Heren is het begin van kennis. Je kunt niet komen tot ware kennis als je niet begint bij de vreze des Heren. Over 3 minuten zullen we pauze nemen, hoor. Ik ga dit even overslaan. Het tweede probleem is: je wordt niet alleen bestolen door op deze brug te gaan staan, maar het is immoreel. Wat wil zeggen, God heeft jou nooit een mandaat gegeven of een opdracht gegeven om het te doen. Het is immoreel. De Bijbel zegt zelfs dat de reden dat mensen doen alsof rationaliteit iets is wat losstaat van God, heeft te maken met de zondeval. We lezen in Romeinen hoofdstuk 1 vers 21, en dit gaat over alle mensen in hun gevallen toestand. Zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Zie je, Paulus zegt, mensen kennen God. Niet alleen een God, maar de waarachtige God. Zeg je, ja, maar die persoon op straat zegt tegen mij dat hij God niet kent. Zeg je, ja, maar de Bijbel zegt ook dat alle mensen leugenaars zijn. Het punt is, hij kent God wel. De Bijbel zegt dat hij ten diepste God kent. Zeg je, maar hij zegt van niet. Ja, maar de Bijbel zegt van wel. Wie heeft dan de waarheid? Wie spreekt de waarheid? Paulus zegt, laat alle mensen leugenaars zijn en God waarachtig. Dus
Het punt is, ieder mens heeft ten diepste ingeschapen godsbesef. Ieder mens kent hem, maar staat hier, wil hem niet verheerlijken of danken en is als gevolg daarvan verduisterd geworden, verdwaasd in de overwegingen. En Colossenzen 1 vers 21 beschrijft ook onze toestand voordat we tot Christus kwamen en zegt, hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind. Vijandig gezind wil zeggen, vijand in je denken. We wilden God niet in ons leven hebben. Zie je, veel mensen, wanneer zij denken aan de zonde, dan hebben ze het over gedrag. Een zondaar is iemand die verkeerde dingen doet. Een zondaar is iemand die liegt. Een zondaar is iemand die koekjes steelt uit de koekjestrommel, terwijl dat niet mocht van papa of mama. Maar dat is zondig gedrag. De Bijbel zegt niet dat het probleem van de zondaar alleen maar is zijn gedrag. Het probleem van de zondaar zit in zijn hart. Hij wil God niet. En dus onderdrukt hij de kennis van God die hij heeft. En als gevolg daarvan is hij verduisterd in zijn overwegingen. En als gevolg daarvan gaat hij zich zondig gedragen. Wanneer we doen alsof de zonde zich alleen maar manifesteert op het gebied van gedrag, dan onderschatten we het probleem van de zonde. Het probleem van de zonde zit in het hart. De mens wil God niet. En dus is het immoreel om te doen, en dat gaat over de aard van het denken van de ongelovige, het is immoreel om te doen alsof de ongelovige in zijn denken neutraal is, want dat is hij niet. Hij onderdrukt de kennis die hij heeft. De Heer Jezus zegt daar ook iets interessants over, en dan zullen we pauzeren, maar ik geef het je mee om er even over na te denken. Lucas 11, vers 33. Daar zegt de Heer Jezus dit, en dit zegt hij in de context op het moment dat Joden van hem verwachten of willen dat hij een wonder doet. Jezus, doe een wonder en bewijs op die manier dat je bent wie je zegt dat je bent. En dan zegt Jezus op een gegeven moment dit, want Jezus heeft voldoende wonderen gedaan, heeft heel veel wonderen gedaan. Ze hadden eigenlijk al lang moeten weten dat hij was wie hij zei dat hij was. Maar dan zeggen ze opnieuw, doe een wonder opdat we mogen weten dat u de Christus bent. En dan zegt Jezus dit, niemand die een lamp aansteekt, zet hij in het verborgene en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Heb je deze tekst wel eens gelezen? Misschien als je jong was of als je de Bijbel leest. Toen ik deze tekst las, dacht ik, wat? Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Maar als je leest in welke context dit wordt gezegd, zegt de Heer Jezus in feite dit. Aan jullie is al voldoende licht gegeven. Licht als in openbaring van wie Jezus is. Jullie hebben al lang voldoende licht. Het probleem is niet dat je geen licht hebt, het probleem is wat je ermee doet. God openbaart zichzelf aan de mens door de natuur, door ingeschapen godsbesef, door zijn bijzondere openbaring in het woord. Maar wat doet de mens met het licht wat God hem geeft? En wat Jezus zegt is, niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. Of doet hem onder de korenmaat, zet als het ware een emmer eroverheen, maar zet hem op de standaard. En dan zegt Jezus, de lamp van het lichaam is het oog. Wanneer uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is uw lichaam duister. Dus wat Jezus zegt is, jullie manier van kijken naar de wereld is niet neutraal. Het is kwaadaardig. Dus je ziet mij wonderen doen, maar je vraagt opnieuw dat ik een wonder doe. En waarom doe je dat? Omdat het licht wat je ontvangt, bedek je. Je doet er een emmer overheen. Dit is wat er gebeurt in het hart van de zondaar. De zondaar heeft licht in zijn hart. Ingeschapen godsbesef, weet dat er een God is, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 1. Maar omdat hij God niet wil hebben, pakt hij een emmer in zijn hart, zet hij over dat licht heen en verduistert vervolgens in zijn denken. Want God heeft geen plaats meer in zijn denken. En dan zegt iemand, ja, ik heb geen openbaring van God. Zeg ik, nee, omdat je daar een emmer overheen hebt gezet. Ten diepste weet je dat er een God is. En niet alleen dat, je kent de waarachtige God, en je weet dat je voor die God schuldig staat. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1.
En daarom heeft geen enkel mens een excuus wanneer die straks zal staan voor de oordeelstroon van Christus. Als een mens oprecht niet zou weten dat er een God is, dan zou er geen enkele reden zijn om die persoon bij de dag des oordeels tot de orde te roepen. Maar het is juist omdat ieder mens ten diepste weet dat er een God is, dat de mens veroordeelbaar is. Omdat het oog kwaadaardig is, zegt de Heer Jezus. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube video's of op Apple Podcasts, dan wel Spotify. God zegen.